Oké. Ik heb ook 3,5 minuut, geloof ik, hè? Langer. Toch? Oh, langer. Oké. De toekomst van de journalistiek. Laat ik met een interactief momentje beginnen, zoals mijn voorganger ook deed. Wie is er journalist in de zaal? Niet zo heel veel. Terwijl het toch voortdurend geroepen wordt dat er zo'n enorm overschot aan journalisten is. Dat valt hier in elk geval wel mee. Oké, volgende vraag. Wie herkent zich hierin als journalist? Ah, kijk. We zijn allemaal journalist. Want? Oké, okay. Ik zal meteen de vraag of de opmerking herhalen, want anders krijg ik op mijn kop, heb ik gemerkt. Hier is iemand die zegt, eigenlijk zijn we allemaal journalist, want we kunnen allemaal zelf onze content genereren en in de loop der jaren zal dat waarschijnlijk alleen nog maar meer worden. Ik ben het daar overigens van harte mee eens, maar volgens mij moet je dat niet te hard op zeggen tegen echt professionele journalisten, nee. Dat iedereen journalist is. Dan krijg je heel erg hard ruzie. Dus ik wilde er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar waarom ik dit laat zien is dat dit plaatjes zijn van ja, de archetype van de journalist. Dit is zoals de klassieke journalist eruit ziet. Met potlood en notitieblok, noterend wat hij ziet. En vervolgens naar de redactie om op zijn typemachine of computer een stuk te tikken voor de krant. Nou ja, destijds toen we alleen de krant nog hadden, was de journalistiek eigenlijk heel overzichtelijk. Journalisten deden dit. En dat was het dan. En dat is tegenwoordig natuurlijk totaal veranderd. Dat is al veranderd door de komst van radio en televisie, maar met internet is er eigenlijk nog veel meer veranderd. En niet alleen internet, maar alle informatietechnologie die we tegenwoordig hebben. Ik wilde daar om te beginnen een voorbeeldje van laten zien. Dit is afgelopen maart gebeurd. Dit is de televisiestudio van het lokale station in Los Angeles. En hier zie je dat er een aardbeving plaatsvindt en die is live op televisie. De aarde begint te trillen en de nieuwslezer duikt weg onder zijn tafel omdat hij geen idee heeft wat er gebeurt. Dus als je daar als kijker voor de televisie naar zat te kijken, dan wist je meteen, er is iets aan de hand. Er is een aardbeving misschien wel. Maar goed, dit is niet zo belangrijk eigenlijk om te laten zien. Waarom ik het laat zien is vanwege dit. Oh, gaan we meteen testen met omdraaien en dan gaan. Oké. Vanwege dit. Dit zorgde voor een heleboel discussie naar aanleiding van die aardbeving. Namelijk, het eerste geschreven bericht dat gepubliceerd werd, verscheen op de website van de Los Angeles Times en was niet geschreven door een mens van vlees en bloed. Niet een van die journalisten die ik in die eerste plaatjes liet zien. Maar door een robot, zo stond het in de berichten. Nou ja, dit is een mooi plaatje van een robot. Natuurlijk is dat bericht helemaal niet geschreven door zo'n robot zoals je hier ziet. Maar dit is wat we ons voorstellen bij robots. Maar het idee is wel hetzelfde. Er was geen mens aan te pas gekomen. Het bericht werd automatisch gemaakt door een of ander algoritme. En dat is op zich wel interessant. Want dat is misschien wel de toekomst van de journalistiek. Ik zal even laten zien hoe het werkt, want eigenlijk is het helemaal niet bijzonder. Want op de website van de Los Angeles Times is er al veel langer een speciale afdeling die gaat over aardbevingen. Aardbevingen zijn helemaal niet zo bijzonder in Californië. Om de zoveel dagen is er wel één. En als je op die website gaat kijken, dan zie je daar ook een hele lijst van berichten waarin je precies kan zien waar en wanneer er een aardbeving was en met welke kracht. Er staat ook een kaartje bij, zodat je precies kan zien waar het is. En al deze berichten, die hele lijst, die wordt automatisch gemaakt. Dus niet door een journalist van vlees en bloed, maar door de computer. Ik zal even de tekst van een van die berichten laten zien. Ik weet niet of het helemaal goed leesbaar is voor iedereen. Maar als je dit tekstje gaat lezen, dan zul je zien dat ook niet zo heel erg verwonderlijk is. Want zo'n nieuwsberichtje kent een standaard opmaak. Hè, dus het begint ermee dat er een aardbeving was van een bepaalde kracht. Wanneer het was, waar het was. Nou ja, je kent het wel, wie, wat, waar, wanneer. Dat kun je een computer best wel makkelijk laten doen. Dit soort informatie komt gewoon automatisch binnen via de seismologische dienst van Californië. En dan is er een computer die daar een bericht van maakt. En die komen dus automatisch op de site.
komt geen mens meer aan te pas. Behalve op het moment dat er een aardbeving is boven een bepaald niveau. Ik geloof dat dat 4 is of zo. Dan krijgt de journalist een berichtje. Omdat dan verwacht wordt dat er misschien heel veel schade is. En dan Alexander, gaat de journalist aan de slag. Wanneer is dan de journalist, want het algoritme wordt steeds slimmer en steeds beter. Dus wanneer, wat is dan nog de taak van de journalist zoals we nu zien? Ja, dat probeer ik net uit te leggen. Dit standaard bericht met al die feitelijke informatie, dat wordt door de computer gemaakt. Maar als er een zwaardere aardbeving is waarbij verwacht wordt dat er schade is, dat er misschien ook slachtoffers zijn, dan wordt een journalist ingeseind en die krijgt een berichtje via zijn mobiele telefoon of zo. En die gaat dan aan de slag om te kijken of er inderdaad schade is, of er slachtoffers zijn, et cetera. Dus dan wordt het wat meer dan zo'n automatisch gegenereerd bericht. Het interessante is dat de Los Angeles Times daar best wel bedreven in is, want zij doen dat bijvoorbeeld ook met dit. Ze hebben ook een aparte afdeling op de website die helemaal gaat over moorden in Los Angeles. En dat is wederom niet zo heel bijzonder. In Los Angeles is een moord niet zo bijzonder als in Groningen. Dus een heleboel van dit soort berichten verschijnt ook gewoon automatisch op de website. Zonder dat er een journalist aan te pas komt. Dat soort informatie krijgen ze ook automatisch aangeleverd van de gemeentelijke lijkschouwer. Elke keer als er een lijk binnenkomt, dan worden daar bepaalde gegevens van geregistreerd. En die gegevens die worden doorgestuurd naar de computer op de krant. En die maakt daar automatisch een bericht van als doodsoorzaak moord wordt opgegeven. En dan wordt er ook automatisch zo'n berichtje gemaakt. De eerste regels van dit bericht zijn ook gewoon weer door de computer gemaakt. De rest van het bericht wordt vervolgens aangevuld door een journalist als die op zoek gaat naar extra informatie, omdat het bijvoorbeeld een bijzondere moordzaak is. Het interessante is ook in dit systeem weer een soort alarmering zit. Als het een bijzondere moord is, bijvoorbeeld als het een heel jong slachtoffer is, of als bij beroep wordt aangegeven dat het gaat om een filmster of een artiest of zo, dan krijgt de journalist wederom een soort van alarmering. En dan weet hij dat daar misschien een bijzonder nieuwsverhaal in zit en gaat hij daarmee mee aan de slag. Nou, ik vind het op zich prachtige ontwikkelingen. Dat is een manier om technologie te gebruiken om de journalistiek te verrijken, om beter te maken, om het aanbod aan informatie te vergroten, hè, om het informatieaanbod vollediger te maken. Het grappige is dat je ook meteen ziet dat er in negatieve termen over gesproken wordt, over dit soort ontwikkelingen. Het is een bedreiging voor de journalistiek. Ja, waarom weet ik niet, maar wat hier eigenlijk bedoeld wordt, het is een bedreiging voor de arbeidsmarkt van journalisten. Ja, als een computer het kan doen, als een robot het kan doen, dan heb je misschien wel minder journalisten nodig. En daarom is het slecht voor de journalistiek. Ik vind het zinnetje ook heel typerend wat eronder staat. De misère in de journalistiek houdt maar niet op. Na het internet is de robotjournalist de volgende bedreiging. Ja, nieuwe technologie als bedreiging, niet als kans om iets nieuws te doen en iets moois te maken. En nieuwe dingen te bedenken zoals de Los Angeles Times doet. Maar ja, als iets negatiefs. En dat is typerend voor de discussies eigenlijk die gaan over de toekomst van de journalistiek. En dan zowel in negatieve zin, zoals je hier ziet, als in positieve zin. Ik wil een aantal voorbeelden laten zien. Dat zag je bijvoorbeeld bij de komst van de iPad. Die werd, in tegenstelling tot internet dus, en de robot, juichend binnengehaald door de journalistiek en ook door kranten. Want de iPad zou wel eens de redding van de krant kunnen zijn. De iPad was namelijk een apparaat waar je de krant op een nieuwe manier zou kunnen uitgeven. In een app die ofwel identiek is aan de krant of misschien in een modern jasje met multimediale dingen en zo. Maar in elk geval een manier om de krant op digitale wijze aan de man te brengen. Met een pc lukt dat niet, dan zit je achter je bureau. Achter je bureau ga je geen krant zitten lezen, maar de iPad gebruik je op de bank en in bed. Dus dat bood nieuwe mogelijkheden, was de hoop. Waarom ik het laat zien is omdat ook hier weer zo'n nieuwe technologie geframed wordt, ingekaderd wordt binnen wat we al kennen van de journalistiek. Eigenlijk op dezelfde manier als die negatieve ontwikkeling van de robotjournalistiek, dat is een bedreiging voor de bestaande situatie. Gaat dit halleluja-verhaal erover dat het juist een kans is voor de bestaande situatie. Nu kunnen we eigenlijk blijven doen wat we doen.
Alleen die krant die zetten we dan op de iPad in plaats van dat we hem afdrukken. Dus ik vind dat ja, toch een behoudende manier om tegen dat soort nieuwe technologie aan te kijken. Dit vind ik daar ook een typerend voorbeeld van. Snowfall kennen jullie denk ik allemaal. Wie heeft daar nog nooit van gehoord? Oh, oké, sorry. Dan zal ik het even uitleggen. Snowfall is een multimediale productie die gemaakt is door de New York Times. En die heel veel lof oogste in de journalistieke wereld, omdat het een heel lang verhaal was. Dat prachtig aangekleed werd met allerlei multimediale toeters en bellen, met bewegende achtergronden en filmpjes en geluiden en weet ik veel wat allemaal. En zoals je hier kan zien, werd ook Snowfall als de toekomst van de journalistiek voorgespiegeld. Dit zou het gaan worden. Dit is de redding van de krantenjournalistiek. Eigenlijk ook weer een soort van negatieve framing. Het wordt wel gezien als een kans, maar tegelijkertijd ook dus ja, dat het de redding is voor de krantenjournalistiek. Terwijl er ook op een hele andere manier naar kan kijken natuurlijk, dat het een nieuwe vorm is die ja, bij de bestaande vormen komt. Dus op die manier een verrijking is voor de bestaande journalistiek of misschien iets nieuws gaat opleveren. Maar dit is een hele behoudende framing, vind ik eigenlijk. Hè. Niet technologie zien of een nieuw initiatief zien als iets extra's, maar een redding van de krantenjournalistiek bijvoorbeeld. Het typerende hieraan vind ik ook dat je nu ziet dat een heleboel redacties hier opduiken. En dat zie je heel vaak. Op het moment dat er iets nieuws wordt aangekondigd, zie je opeens dat een heleboel media dat ook gaan doen. Dus die gaan hetzelfde doen. Allerlei redacties in Nederland, NRC is ermee begonnen, maar daarna ook de Volkskrant, Financieel Dagblad. Nou ja, zo is er inmiddels een heel rijtje. Ze zijn allemaal van dit soort producties gaan maken, vanuit het idee dat is de redding van de journalistiek. Op wat voor manier dat dan de redding is, dat weet ik niet, want volgens mij heeft niemand er nog geld mee verdiend bijvoorbeeld. Maar iedereen duikt erop en dat gebeurt heel vaak. Op zeker moment, dat was rond 2006, werd burgerjournalistiek bijvoorbeeld heel erg populair. Iedereen ging iets doen met burgerjournalistiek. Nou ja, na verloop van tijd bleek dat toch een beetje mee te vallen. Iedereen is er weer mee gestopt en nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. En niemand heeft eigenlijk ook een succesvol platform voor burgerjournalistiek. Behalve toevallig nu.nl volgens mij met Nufoto. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor weblogs. Op een zeker moment was webloggen het. En elke krantensite had bijvoorbeeld wel een afdeling met weblogs. Ja, is nu ook helemaal weg. En dat heeft ermee te maken dat het volgens mij niet gedaan wordt uit een soort van overtuiging of een soort van liefde of enthousiasme en vanuit een bepaalde visie, maar dat het gedaan wordt omdat het op dat moment ja, moet of zo. Omdat dat op dit moment gezien wordt als de toekomst van de journalistiek. Als tegenwicht daarvoor wil ik een aantal projecten laten zien die volgens mij wel met ja, die overtuiging en die liefde gemaakt worden. En in de eerste plaats is dat Blendel. En Blendel laat ik niet zien omdat ik het een briljante journalistieke vernieuwing vind, want dat is het niet. Blendel verkoopt gewoon artikelen zoals ze in de krant staan. Is dus eigenlijk gewoon, onbeleefd gezegd, oude journalistiek die je op een nieuwe manier verkoopt. Maar dat verkopen, dat is wel heel interessant. Wat de linker meneer heeft bedacht. Wie weet wie dat is? Maarten Blankenstein. Dat zijn de kenners, denk ik. Martin Blankenstein inderdaad. Maar ik denk dat de meeste mensen de rechterjongeman beter kennen. Dat is Alexander Klupping die regelmatig aanschuift bij De Wereld Draait Door. Maar Alexander Klupping is zeker niet de bedenker van Blendel. Hij is op dit moment wel heel erg het gezicht naar buiten toe. Het is ook heel erg slim gedaan door Martin Blankenstein die het bedacht heeft. En die er meer dan een jaar aan gewerkt heeft zonder dat Alexander Klupping erbij betrokken was. Maar dat was wel een slimme zet om hem erbij te betrekken. Want als je wil dat dit soort nieuwe initiatieven slagen, dan moet je er in elk geval voor zorgen dat je veel publiciteit hebt. En dat is een van de eerste fouten die heel vaak gemaakt wordt bij ja, innovaties, journalistieke innovaties. En ze worden niet verkocht. Je kunt nog zo'n goed idee hebben. Je kunt nog zo'n goed idee hebben, maar je moet wel zorgen dat mensen jouw product of jouw dienst kennen. In de tweede plaats moeten ze weten wat het inhoudt en in de derde plaats moet je ze er ook van overtuigen
dat ze ervoor moeten betalen of dat ze het moeten gaan gebruiken of wat dan ook. Heel vaak is het zo dat als journalisten met nieuwe initiatieven komen, nieuwe ideeën, dan zeggen ze, ja, dit is zo'n goed idee, dat verkoopt zichzelf wel. Dat gaan mensen tegen elkaar zeggen op Twitter en zo. En na verloop van tijd weet iedereen het wel. Nou, volgens mij werkt dat niet zo. Tenzij je dus een bekend iemand bent als Alexander Clupping. Hij mocht een jaar voordat Blendl überhaupt van start ging, al bij De Wereld Draait Door er wat over vertellen. Ja, dan bereik je veel mensen. Dus dat is stap 1. Dat heb je wel nodig. Maar je hebt ook die liefde nodig, hè? Dat enthousiasme wat ik zei. Ervan overtuigd zijn dat, dat het iets moois is, dat het iets goeds is wat je gaat verkopen. En dat is op zich wel opvallend. Alexander Clupping, de techno-viking, zoals hij zichzelf graag noemt, gaat dus krantenartikelen verkopen. Wat best wel ouderwets is misschien. Maar waarom doet hij dat, samen met Martin Blankenstein? Omdat zij die artikelen gewoon goed vinden en ervan balen dat ze een hele krant moeten kopen op het moment dat er één goed artikel in staat. Ze willen alleen dat ene artikel lezen. Daarnaast nog een artikel uit een andere krant en misschien nog eentje uit een tijdschrift. En dat is dus het idee van Blendl. En het fascinerende vind ik dat dat op het eerste gezicht, we weten het natuurlijk nog niet echt omdat het nog maar zo kort van start is gegaan, maar dat het best wel zou kunnen werken. Ik ken inmiddels verschillende mensen, waaronder ik zelf, die zijn krantenabonnement heeft opgezegd vanwege Blendl. En dat is heel raar, want Blendl is heel duur. Heel erg duur. Want artikelen zijn tussen de 10 cent en de 90 cent. Gemiddeld krantenartikel is volgens mij 20 cent, 25 cent. Nou, reken maar uit, als je een digitaal abonnement op een krant hebt, betaal je 15 euro ongeveer per maand. Dus dan ben je per dag 50 cent kwijt. Nou ja, als je een paar stukken leest in Blendl, als je elke dag 4 stukken leest, ben je al snel duurder uit hoor. Maar het grappige is dat er dus wel mensen zijn die dat prefereren. Het geeft blijkbaar ook een soort van luxe gevoel dat je zelf kan bepalen welke artikelen je wel leest en waar je voor betaalt, in plaats van dat je dat totale product krijgt. Dus wil overigens niet zeggen dat ik ga beweren dat dit de toekomst van de journalistiek is. Net zoals bij die robots. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat dit een van de dingen kan zijn die kunnen werken. Dat mensen daar losse artikelen gaan kopen. Ik wil helemaal niet zeggen dat er geen mensen overblijven die die hele krant nog willen lezen. Is het belangrijkste verschil niet dat je niet meer één krant hebt, maar uit meerdere kranten kunt halen? Net zoals dat nu ook niet meer alleen maar Tros kijken, maar Netflix en nog wat anders. Ja, nee, dat klopt. Dat bedoel ik met die luxe positie. Je hebt opeens alle kranten binnen handbereik en je kunt inderdaad uit al die kranten en uit al die tijdschriften kiezen wat jij interessant vindt. En ja, dat is blijkbaar iets waar mensen wel geld voor over zouden kunnen hebben. Ik ken de precieze cijfers niet van hoeveel mensen dat dan doen en hoeveel het opbrengt nu. Maar als je een beetje om je heen luistert, dan zijn er toch best wel veel mensen die er gebruik van maken en daar enthousiast over zijn. Ik wil nog iets noemen. Oh ja, dit wilde ik eerst even laten zien. Dit is een grafiekje dat de initiatiefnemers rondgestuurd hebben. En wat heel erg onduidelijk is voor de meeste mensen. Even kijken. Paars, rechtsboven. Dat is de leeftijdsgroep 20 tot 25. Dan gaan we naar daaronder, het lichtblauwe. Dat is 25 tot 30 jaar. En dan hebben we hier dat blauw-groene. Dat is 30 tot 35 jaar. Dat is niet een groep gemiddelde krantenlezers dus. 55% is jonger dan 35. Dat betekent dat Blendl een totaal nieuwe doelgroep weet aan te boren. En dat is best wel knap. Elke krantenuitgever zou voor dit lezersbestand willen tekenen. Ik weet niet hoeveel mensen dit überhaupt zijn trouwens. Dus ik weet niet of dit 10.000 zijn of 20.000 zijn. Die cijfers die hebben ze niet naar buiten gebracht. Maar dit is op zich wel beloftevol in elk geval. Van wanneer is die screenshot? Wat zei je? Van wanneer is die screenshot? Weet je dat zo? Staat dat er niet bij? Nee, maar ze zaten op 40.000 een paar dagen geleden. Begrepen. Wat zei je? Ze zaten op 40.000. Op 40.000, ja, 40.000 aanmeldingen. Ja. Maar dan weet je nog niet hoeveel mensen iets kopen. En daar gaat het over. Dit zijn mensen die, dit zijn niet de aanmeldingen, maar mensen die iets kopen.
En dus je kunt wel 40.000 mensen in het systeem hebben. Dit wil ik ook nog even laten zien, omdat die artikelen er ook gewoon heel erg mooi uitzien, vind ik. Dit is voor mij ook een reden om artikelen te kopen bij Blendl. Er zijn wel eens eerder pogingen gedaan door kranten om artikelen online te verkopen. De Volkskrant heeft dat best wel vroeg al gedaan. Dan kon je een strippenkaart kopen en voor dat geld kon je dan 10 keer een artikel kopen op de website van de Volkskrant. Die artikelen die zagen er heel saai uit, alsof je een A4'tje uit de typemachine kreeg. En dat nodigde niet echt uit tot lezen. Dit ziet er gewoon heel mooi uit. Die foto die komt heel mooi uit. Nou ja, het lettertype leest heel prettig. Dus zij hebben echt heel veel aandacht gehad voor de vormgeving. En dat is volgens mij ook heel belangrijk. En dat is op dit moment ook wel een trend bij alle betaalde initiatieven in de journalistiek. Al die nieuwe initiatieven, ik zal er zo meteen nog een paar laten zien. Die hebben heel veel oog voor die vormgeving. Dat is toch een reden om een product te kopen. En van papieren producten was dat eigenlijk al heel vanzelfsprekend. Dat je een goede vormgever voor de krant had. Dat je een goede vormgever voor een tijdschrift had. Maar eigenlijk dringt dat nu pas een beetje door tot de online journalistiek. Wat trouwens ook nog een kracht is van Blendl, is dat je artikelen met elkaar kan delen. Ik gebruik het eigenlijk nooit, moet ik zeggen, maar het schijnt dat onder de initiatiefnemers van Blendl in elk geval als de kracht wordt gezien. Dus dat je mensen gaat volgen, net als op Twitter, die dan artikelen aanraden en dat jij dat artikel dan ook gaat kopen. Ik weet niet, zijn er mensen die dat echt doen? Die erop zitten? Ja? Het is juist de mogelijkheid dat een artikel viral kan gaan. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ik ga niet kijken wat al die mensen op Blendl publiceren. Dat moet ik op Twitter al doen. Maar dat is trouwens nu ook mogelijk. Hè? Je kunt ook berichten van Blendl op Twitter delen. Dat is volgens mij een hele goede zet. En je tweet wat je leest. Dus via Twitter krijg je al die aanmeldingen. Ja, oké. Okay. We gaan door naar de volgende. Ja. Oh, ik heb een vraag stellen. Hallo. De vraag is, zou de toekomst van Blendl kunnen zijn dat zij hun eigen content gaan produceren? Dus dat ze eigenlijk een eigen redactie krijgen? Ik denk niet dat ze dat gaan doen, eerlijk gezegd. Kijk, op dit moment is het verkoopargument van Blendl heel erg de naamsbekendheid en de reputatie van kranten. Dus mensen kopen artikelen omdat ze bijvoorbeeld in de NRC staan of in de Volkskrant staan. En een hele redactie zelf optuigen, dat is best wel duur. Bovendien worden ze dan eigenlijk een soort van concurrent van de kranten waarmee ze juist moeten samenwerken. Want dat is ook wel bijzonder aan Blendl. Zij moeten zorgen dat ze die kranten niet tegen zich in het harnas jagen. Die moeten mee blijven doen. Dus het is een soort van symbiose, ze moeten er allebei beter van worden. Dat is ook de reden waarom die artikelen in Blendl zo duur zijn. Hè? Die krantenuitgevers zijn doodsbenauwd dat mensen hun krantenabonnement opzeggen, omdat ze losse artikelen op Blendl gaan kopen. Dus maken ze het financieel gezien zo onaantrekkelijk mogelijk om die losse artikelen te kopen. Een van de mogelijkheden wordt straks ook dat als je een abonnement op een krant hebt, dus bijvoorbeeld een abonnement op de Volkskrant, dat je dan met je abonneenummer je aan kan melden bij Blendl en dat je dan alle artikelen uit de Volkskrant in Blendl ook gratis kan lezen. Dus dan hoef je daar geen 20 cent per stuk meer voor te betalen. Oké, de volgende. Deze wilde ik ook even laten zien. NRC Rieren, dat is een product wat niet van een nieuw initiatief is, maar wat ook weer wat er ook weer heel erg mooi uitziet. Dus, wat onderschrijft dat als je zorgt voor wat onderschrijft dat echt een trend is. Mooie vormgeving. Dat ook een reden is om journalistiek te kopen. Hè? Omdat je op die manier eigenlijk ook laat zien dat het een bijzonder product is, dat het waarde heeft. Ik vind NRC Reader ook interessant, omdat NRC daarmee eigenlijk inspeelt op een van de belangrijkste trends in het mediagebruik, namelijk dat mediagebruik steeds meer hapsnap is. Er wordt ook al gezegd dat mensen voornamelijk nog nieuws snacken. Dus niet meer heel erg lang de tijd nemen om de krant te lezen bijvoorbeeld. Ik
Ik denk dat er heel weinig mensen hier in de zaal zijn die elke ochtend een half uur uittrekken om de hele krant te lezen. Maar dat kan ik mis hebben. Wie doet dat nog? Een half uur, hè? Ja, oké, nog best wel veel mensen. Okay. Maar NRC Reader is dus bedacht voor de mensen die dat niet doen, maar die toch wel willen lezen wat de beste stukken uit NRC van vandaag zijn. Dus de hoofdredactie die selecteert elke dag een stuk of 8 artikelen. Die zetten ze in die app en die heb je dan in ongeveer 10 minuten kun je die lezen. Dus op die manier lees je eigenlijk een soort van gecomprimeerde versie van NRC. Nou, ik vind dat best wel slim. Deze wil ik ook even laten zien, de correspondent, omdat dat toch heel bijzonder is. Als we de geschiedenis van internetjournalistiek weten en het credo niemand betaalt voor nieuws op internet, niemand betaalt voor journalistiek op internet, dat is de correspondent dus toch wel gelukt. Dus het kan wel. Nou ja, Lendl laat dat eigenlijk ook zien, het kan wel. Misschien is dit wel het moment dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat mensen voor journalistiek op internet gaan betalen. Maar dan moet je natuurlijk wel iets extra's bieden. En dat heeft Rob Wijnberg, de bedenker van de correspondent, natuurlijk ook gedaan. Die heeft, naar mijn idee, echt een bijzonder concept neergezet. Een heleboel mensen zeggen van ja, de correspondent, nou ja, dat had ook een tijdschrift kunnen zijn. Het zijn gewoon lange artikelen en dat is het dan. Maar ik vind dat je daarmee de correspondent geen recht doet. Het is echt Een totaal nieuw concept wat op papier gewoon niet bestaat. Het heeft in de eerste plaats te maken met de prominentie van de auteurs, de correspondenten. En die worden heel duidelijk geprofileerd op de website, hebben een eigen thema, een eigen specialisatie waar ze over schrijven. En je ziet ook dat die een bepaalde aanhang ontwikkelen. Mensen die zeg maar een soort van fan worden, die altijd die artikelen lezen. En daar is de correspondent ook op ingericht. Je kunt aanklikken wie jij goed vindt, welke auteur jij goed vindt. En dienstartikelen die krijg je dan automatisch te zien. En van andere auteurs dus niet. Tenzij het verhaal van de dag is, die stukken die krijgt iedereen te zien. Maar dat is toch echt wel anders dan hoe andere journalistieke publicaties het doen. Wat ook bijzonder knap is, wat zij voor elkaar hebben gekregen, dus behalve het laten betalen van een heleboel mensen, op dit moment hebben ze meer dan 30.000 donateurs. Of ze die gaan houden is spannend, want in september moet iedereen zijn abonnement verlengen. En nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag hoeveel mensen er dan overblijven. Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het tegen willen vallen, toch niet zo goed vinden als ze gedacht hadden, of die het toch te weinig lezen. Maar goed, op dit moment gaat dat goed. Maar wat ook heel bijzonder is, wat zij voor elkaar hebben gekregen, is dat zij hele serieuze reacties onder de artikelen krijgen. Dat zij hele serieuze discussies onder de artikelen krijgen. En ik denk dat de meeste nieuwsmedia nooit gelukt is. Iedereen kent de verhalen wel, het levert alleen maar gescheld op. Ruzie, gedoe, allerlei vuilspuiterijen en zo komen onder artikelen te staan. Dat heb je op de correspondent dus niet. En dat heeft er onder meer mee te maken dat je alleen kan reageren als je lid bent. Dus als jij betalend lid bent, dat betekent dus dat je er al geld voor over hebt, dat je betrokken bent, nou ja, noem maar op. En dan ga je daar natuurlijk niet allerlei dingen roepen en schreeuwen. Alexander, hoeveel procent van die 30.000 gaat 1 september zijn abonnement verlengen, denk jij? Poeh, gaan we hier weddenschap op afsluiten? Tot opgenomen. Oei. Nou, ga ik even rekenen. Toen ze van start gingen, toen hadden ze 15.000 leden. Sindsdien zijn er dus 15.000 bijgekomen. Nou, dat is best wel veel. Dus die 15.000 die er daarna bij zijn gekomen, die gaan ze wel vasthouden. Dus ik denk dat ze minimaal 15.000 zullen overhouden. Maar ik denk toch ook wel dat ze een hoop gaan verliezen. Ik heb best wel veel mensen gehoord die zeiden, ik mis urgentie. Ik vergeet heel vaak om er naartoe te gaan. Ik vind de stukken te lang. Nou ja, allemaal van dat soort opmerkingen. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze niet op die 30.000 blijven zitten. Is de korte spondent, de Facebookpagina, de korte spondent? Ja. Nee, dat is van een grappenmaker. De vraag is,
Er is een Facebookpagina, die heet De Correspondent. Dat is een woordspeling op De Correspondent. Maar is die ook van De Correspondent? Maar dat is niet zo. Die is van een grappenmaker. Omdat er zo vaak gezegd wordt over De Correspondent dat de artikelen zo enorm lang zijn. En op de Facebookpagina De Correspondent verschijnen samenvattingen van die enorme lange artikelen. En die samenvattingen die zijn 1 of 2 zinnen over het algemeen. Ja, dat, en inderdaad, standaard staat er dan elke keer onder, lees hier het veel te lange artikel. Hoeveel mensen zijn hier in de zaal lid van De Correspondent? Okay. En wie gaat zijn lidmaatschap verlengen? Ah, zie je wel, zo ongeveer de helft dus. Okay, ik zet in op 15.000. Oké. En dan wil ik nog even reclame maken voor Chris Klomp. Want al die andere initiatieven die ik net liet zien, die getuigen van ja, inderdaad de liefde voor de journalistiek. Nieuwe dingen maken, nieuwe initiatieven beginnen. Gewoon proberen om mensen daar enthousiast van voor te maken. En daar geld voor laten betalen, mensen lid laten worden. Maar je hebt ook hele ondernemende eenmanszaken, individuele journalisten, die hetzelfde doen en die eigenlijk ook heel innovatief bezig zijn, vind ik. Bijvoorbeeld rechtbankverslagen twitteren. Dat kenden we 3 jaar geleden, 4 jaar geleden niet. Nou ja, nu hebben we hier in Groningen Chris Klomp. Ik begreep dat hij in de zaal zit. Dus u begrijpt, ik ben betaald hiervoor. Maar nu hebben we dus een rechtbankverslaggever die regelmatig twittert over rechtszaken en daar ook geld mee probeert te verdienen door mensen vraagt om hem te volgen tegen betaling. Nou ja, even kijken, het staat nu op 283. Ongeveer 4 euro per maand. Nou ja, dat levert geen volledige boterham op, maar dan kom je toch aardig in de buurt van een halve boterham. Dus dat is best, ik vind dat mooi om te zien. Dat mensen zo bezig zijn om dingen uit te proberen. Simpelweg om je vak uit te kunnen oefenen waar je liefde voor hebt. En wat je wil blijven doen en wat je ook op nieuwe manieren wil doen. Iets totaal anders is iets als BuzzFeed. En ik vind dit wel grappig om even te laten zien, omdat er een zekere parallel is met nu.nl. Over nu.nl werd in de beginjaren ook heel vaak wat lacherig gedaan. Die plaatst alleen maar ANP-berichtjes over, dat is geen serieuze journalistiek. Dat heb je ook bij BuzzFeed. Hè? Die plaatsen leuke lijstjes en foto's van katten. Ja, is dat nou journalistiek? Niet echt. Ze verdienen daar wel geld mee, op een slimme manier, met zogenaamde sponsored content. Want de redactie maakt lijstjes, bijvoorbeeld 33 geniale feiten over katten. Nou ja, leuke plaatjes erbij. Dat doet het hartstikke goed op Twitter en Facebook. Daar halen ze hun bereik dus ook vandaan. Echt miljoenen pageviews per dag. Ze hebben speciaal mensen in dienst die dit soort lijstjes bedenken. En die eigenhandig al die miljoenen pageviews bij elkaar harken. Maar ze laten dat ook sponsors doen. Bijvoorbeeld Ben & Jerry's heeft dan de 10 gekste plekken om een ijsje te eten. Nou ja, dan hebben ze 10 grappige foto's erbij. Nou ja, zo brengen ze hun product dus onder de aandacht. Er wordt veel geld mee verdiend. Zoveel geld dat BuzzFeed ook aan hele serieuze journalistiek kan doen. Ze hebben een heel team van onderzoeksjournalisten in dienst. Ze hebben correspondenten in het buitenland zitten inmiddels. Ze hebben zelfs een Pulitzerprijswinnaar in hun gelederen. Dus nou ja, hier kun je aan zien dat iets wat ja, eigenlijk klein begint, met een bijzonder idee, best wel kan uitgroeien tot serieuze journalistiek. Ik noemde de parallel met nu.nl, omdat je daar dezelfde professionaliseringsslag hebt gezien in de 15 jaar dat ze bestaan. Ze begonnen met een heel klein clubje van 2 redacteuren, groeide langzaam. Na verloop van tijd kregen ze ook eigen verslaggevers, juist vanwege die drang om aan serieuze journalistiek ook te doen, om serieus genomen te worden, maar ook zo zei de toenmalige hoofdredacteur, om ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid als journalist meer invulling te geven. Met eigen verslaggeving
te komen. Wat ik ja, hier mooi aan vind, is dat dit ook een totaal nieuwe benadering van journalistiek is. Uitgaande van sociale media, op die manier proberen je bereik zo groot mogelijk te maken, aan de hand daarvan geld verdienen, waarmee je journalistiek kan bedrijven. En dat geldt eigenlijk voor al die projecten die ik nu even de revue heb laten passeren. Ze worden gemaakt vanuit een bepaald idee, een visie, een bepaald enthousiasme. Dit willen we gaan doen. Zijn daar ook heel duidelijk in, hebben een heel duidelijk credo. En maken daarom volgens mij ook kans om succesvol te worden. En dat heb je volgens mij nodig als je een nieuw journalistiek initiatief start. Het enthousiasme en de visie en de overtuiging dat het iets bijzonders is, waar mensen bijvoorbeeld voor willen betalen of waar adverteerders op afkomen. Ik heb hier nog even ter afsluiting het logo van nu 15 jaar geplakt. Omdat, zoals ik net al zei, nu.nl wat mij betreft ook heel goed in, in dat rijtje past van journalistieke vernieuwing. De oprichters die 15 jaar geleden met het idee begonnen, wij willen de nieuwsite van Nederland maken. Op dat moment was er nog geen site die zich echt richtte op het nieuws. Die zich echt puur en alleen richtte op het nieuws. Dus zij begonnen met dat idee, wij gaan de beste nieuwsite van Nederland maken. Met het grootste bereik, met voortdurend het laatste nieuws. En dat is gelukt. En op zich is dat een hele prestatie als je ziet dat ze hebben moeten opboksen tegen de gevestigde nieuwsmedia. En die andere nieuwe initiatieven, ik hoop van harte dat ze het ook gaan maken. Dat weten we over het algemeen niet, hoe Blendl het gaat doen, we weten het niet. Hoe de correspondent gaat doen, we weten het niet. Of ze die 15.000 overhouden, we weten het niet. Maar het is in elk geval heel goed dat dat gebeurt, vind ik. Dat hele spectrum wat ik heb laten zien, daarmee wil ik ook duidelijk maken. En ook die discussie over de toekomst van de journalistiek, de redding van de krantenjournalistiek, et cetera. Dat wat mij betreft de toekomst van de journalistiek ook helemaal niet bestaat. Die zal heel gevarieerd zijn. Elke nieuwe technologie, elk nieuw medium dat erbij komt, zorgt over het algemeen voor allerlei nieuwe vormen, voor innovaties, nieuwe werkwijzen, nieuwe publicatiemethodes. Maar heel vaak zie je dat de oude ook blijven bestaan of op een andere manier voortbestaan. Dat maakt ook allemaal niet uit of de krant nou verdwijnt op papier. Het wordt mij heel vaak gevraagd, maar het zal me eigenlijk worst zijn. Ik vind het prachtig dat er allerlei nieuwe initiatieven komen. Ik vind het ook prachtig als de bestaande media, zoals kranten, zoals bijvoorbeeld NRC met die reader, met nieuwe initiatieven komen. En daarmee eigenlijk de journalistiek alleen maar rijker, meer vormiger en ook gewoon beter maken. Tot zover. Jongens, applaus. Alexander Kluijs. Oké, even los van de vragen. Je moet, Alexander, je hebt het niet meegekregen. Er gebeurt een heleboel op Twitter ondertussen. Hè. Ik wil toch even zeggen, in het begin werd gezegd, iedereen is journalist. En toen gebeurde er een beetje iets in de zaal op Twitter, zeg maar, van oké, is iedereen journalist? Wil je dat nog even toelichten? Is iedereen nou journalist of is een journalist een journalist? Glad ijs, hè? Ja, nou ja, ik zal er heel eerlijk over zijn. Ik vind iedereen is journalist. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen altijd journalist is en dat wil ook niet zeggen dat iedereen een hele goede journalist is. Maar volgens mij... Wat versta je onder journalist? Ja, dat ga ik nu uitleggen. Heel goed. Hij is er ook weer, hoor. Ja, ik ga natuurlijk wel mijn antwoord onderbouwen. Kom. Even de eerste plaatjes die ik liet zien. Hè. Dat was die journalist die met pen en kladblok rondrent en opschrijft wat hij ziet. Volgens mij is dat een van de essentiële kenmerken van de journalist. Je doet verslag van wat er in de wereld gebeurt. Je schrijft op wat er gebeurt. En dat kunnen we in feite allemaal. En dat doen we soms ook. Op het moment dat we getuigen zijn van grote gebeurtenissen, opvallende gebeurtenissen. We zien een trein ontsporen of we zien een vliegtuig neerstorten. Dan maken we daar een foto van en we zetten hem op Twitter. Op dat moment ben je volgens mij bezig als journalist. Simpelweg omdat je verslag doet. Je laat zien wat er gebeurt. En er wordt nog net geen boel geroepen, hoor. Nee, maar wacht. Dit doen we ook voor de borrel, hè. Want ik heb nog één vraag. We zagen ze net BuzzFeed, hè, zagen wij. Ja. En dan hebben we het dus vanmiddag bij RTV Noord op de site. Moet dan bijvoorbeeld BuzzFeed artikelen... Of moet RTV Noord bijvoorbeeld op de site artikelen gaan plaatsen...
10 manieren waarop je kunt zien dat iemand uit Nieuw-Pekela komt, bijvoorbeeld dat soort. Ja, dat kun je doen. Bij Omroep Brabant zijn ze daar voor best wel kliks, hè? Bij Omroep Brabant zijn ze daar best wel bedreven in. Ja, ze maken niet van die lijstjes, geloof ik, maar wel om koppen te maken en berichten te maken waarvan ze weten dat die het heel goed doen op social media. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij werkt het juist averechts, want ik neem zo'n medium minder serieus. Ik hou er totaal niet van. Maar aan de andere kant, je bereikt er wel heel veel publiek mee. Omroep Brabant heeft een enorm bereik opgebouwd. Ja, daar heb ik groot respect voor. Dat is echt heel knap dat ze dat doen. Dus ja, het is een afweging. En het heeft er ook mee te maken wat je verdienmodel is. Ik vind het eerlijk gezegd niet passen bij een publieke omroep. Ik snap het als je dat als commercieel medium doet, zoals BuzzFeed. Dat moet geld verdienen door een heel groot bereik te hebben. En ik vind dat als je uit, zoals dat zo mooi heet, uit publieke middelen betaald wordt, of van onze belastingcenten betaald wordt, dat je dan vooral moet zorgen voor toegevoegde waarde, voor serieuze journalistiek. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Point taken. Beste mensen, nogmaals even applaus. Alexander Vlijten. Ja, dan zie je het ineens op Twitter eens exploderen. Dat is dan in de virtuele wereld. Ik wil een aantal mensen nog even bedanken. Ik heb nog een aantal zakelijke mededelingen. Nogmaals wil ik even zeggen, heb je je niet geregistreerd bij binnenkomst, doe dat nog even. Smart Camels gaat ervoor zorgen dat de opname van de lezingen binnen een week ongeveer op YouTube staan. Waarvoor dank. Martini Plaza, dank voor de gastvrijheid. RTV Noord, nogmaals dank. Radius, morgen koffiesessie aanwezig. Edwin van der Graaf voor, we weten bijna weer zeker, prachtige foto's. Daar gaan we van uit. De Co-Puck wil ik nog eventjes noemen van Patrick. Een handshake. Mensen van het Alpha College. Ik hoor al mensen zeggen, hey, wat veel. Ineens heel veel jonge mensen. Ja, Gwen en hallo. Ja, ze zijn er hoor. Oké, we gaan kijken of we de slides van de presentaties online kunnen krijgen. Ja, zegt iedereen. Dat is ook weer mooi geregeld. Beetje groepsdruk, hè. Daarop zetten, dat werkt altijd goed. Noorderpers Sociëteit willen we ook nog eventjes noemen. Antje en Martine, bedankt voor het mede organiseren. En nogmaals één applaus voor de sprekers. En de glazen kom is de waardebepaling achteraf. Fijne avond.